Ben Zonde wordt gelijk aangevoerd door de Thijs Teuns, de man uit de Zierik Zee. Hij rijdt voor de Achtervelse Schildersclub. En Corina. We hebben dus een maandagavond hebben we een Carmen-band gevonden. Een Carmen-verband. Ik weet niet of dat iemand een Carmen dus al mist. Maar die zijn wel terug te krijgen hier op de Girouard. Maar we gaan bellen. We gaan bellen voor de laatste ronde. Ja, wat is het? Isaac of de... Oh, dus een machtig mooie spul van onze Joppe Nicolstein. Joppe Nicolstein, een prachtige spul. Ja. Bed. Succes, bon chance, bon route. Nogmaals, honger en katten in de mand, kinderen aan de hand, blijf ook graag mezelf aan de kant. Blijft de groep dan nog 19 ronden te rijden, 19 ronden koers. En de groep die wordt aangevoerd door Björn Minnebo, de man uit Leuzen. Het is dus... Journey aan de leiding. En de gal probeert te ontsnappen, de man uit de mede, de man uit de Achterhoek. Ja, en dan over. Seven laps to go. Oké, bij Iris Timmermans. Iris die gaat met de mannen mee. Samen met Ryan Gal. En hier linker. Dit sputje rond voor dus juli. En nog een zesde ronde koers. Het is dus... Jens die de laatste ronde. Jens die de overwinning pakt. En natuurlijk, het is Ryan Gal die de overwinning pakt. Het is dus een vergissing. Het was eigenlijk wel duidelijk te zien aan de shirts natuurlijk. Rivka doorrijden, meisjes doorrijden. Nou, dat was een hele mooie eindspurt. Oh maar hè. Ja, het was dus duidelijk Ryan Gal die dus bij materiaalpech alleen hier deponeerde. Succes jongens. Bon chance, bon route. Onder de katten in de band, ook kinderen aan de hand. We blijven ook graag gezellig aan de kant. Jullie worden geclassieerd. Want we gaan dus de spurt krijgen van de twee mannen aan de leiding. Wie is de rapste? Is het Juri of is het Sietje? Ja, het is een prachtige overwinning voor Juri. Oh ja. Nou, een formidabel eindspurt. Oh, maar alles gaat dus nu binnen zitten.